Goedenavond Constant. Goedenavond Michiel, goedenavond kijkers. Vandaag, 11 september, is het alweer 23 jaar geleden dat Al-Qaeda een aanslag pleegde op de Verenigde Staten. Denk je dat het gevaar van de in ieder geval de radicale islam is afgenomen? Nou, we zien natuurlijk weer van die achterlijke steekincidenten in Duitsland, waar mensen werden neergestoken. En tegenwoordig heten ze allemaal verward. ISIS of Al-Qaeda of Al-Nusra. Die hebben natuurlijk nog steeds hun sleeping cells overal in Europa zitten. En ik denk dat we waakzaam moeten blijven. Dus ik bejubel ook de grenscontroles van Duitsland toe die gaan komen. En ik hoop ook dat we dat Nederland gaan krijgen. Want de radicale jihadistische islam blijft een gevaar waar we voor moeten oppassen. Helder. Wat vind je van de eerste maanden? Ja, dat is natuurlijk een stukje zomerreces van het kabinet Schoof. Vind je dat de PVV al standpunten heeft waar kunnen maken? Al is het natuurlijk best wel lastig, omdat nog geen Prinsjesdag en dergelijke is geweest. Ja, we moeten even afwachten. Hè. Kijk, we mogen mopperen. Dat moeten wij ook doen. We zijn natuurlijk niet een PVV. Mevrouw Faber doet zijn stinkende best, om maar zo te zeggen. Absoluut, absoluut. Maar echte resultaten, hè, echte grenzen dicht. Nou ja, één ding is al bereikt. Een beetje PVV, de stikstofplannen die zijn al drastisch gewijzigd. En je merkt nu wel dat er een rechtse wind waait. Je ziet ook gewoon aan de uitspraken dat we een hele andere regering hebben gekregen dan die er eerst zat. En dat bijvoorbeeld, je moet je niet voorstellen dat je bijvoorbeeld een PvdA GroenLinks-regering had gekregen. Dan waren de grenzen helemaal open gegaan. Dus ik ben niet helemaal tevreden, maar ik kan ook niet zeggen dat ik ontevreden ben. Laten we hopen dat het zo dadelijk nog meer vooruitgang gaat brengen. En dat die grenzen dichter gaan worden als ze nu zijn. Duitsland kan tenslotte ook. Juist. We blijven in Den Haag. Vandaag is het nieuws gekomen dat Pieter Omtzigt zich ziek heeft gemeld. Vermoedelijk voor een wat langere periode. En wordt vervangen door de tweede vrouw van de partij. Het zat er al aan te komen natuurlijk. Dat Pieter met een burn-out naar huis gegaan. Denk je dat het nog gevolgen heeft voor de politieke, voor de coalitie, laat ik het zo zeggen? Nou, ik denk het niet. Ik heb al eens een keer eerlijk gezegd in het NVU-journaal dat Pieter Omtzigt is eigenlijk een man die je niet in een topfunctie moet laten bekleden als partijleider of gezicht van de partij. Hij kan die stress gewoon niet aan. Hij raakt snel overspannen. En ik wens hem succes. Ik wens hem beterschap. Het is absoluut een talent, maar niet als kopstuk van de partij. Die man moet je gewoon een functie geven. Maar hij kan die druk gewoon niet aan. En het zullen meer mensen niet kunnen. En beterschap. En laat hij gewoon lekker zijn hobby gaan uitoefenen. Ik meen dat het een scheidsrechter is of zo. Dus beterschap. We gaan naar België. Je bent naar de IJzerwaker geweest. Ja. Ja, ik heb daar natuurlijk met verschillende mensen gesproken. Onder andere met Philip de Winter. Met meneer Verrijken, die mede het Vlaams blok heeft opgericht. De grote blogger, wiens foto ik nu in Blend, die geconfronteerd is in België met allerlei strafzaken. Het was zeer gezellig. We hebben de kameraadschapsavond ook bezocht voor de IJzerwaken. Het is een aanbeveling waard van alle nationalisten om volgend jaar deze te gaan bezoeken. Het is gewoon een gezonde dosis vitamine, politieke vitamine opdoen. En het is een uitnodiging. Kom alle en zorg dat je erbij bent. Het is gezellig. Het is kameraadschappelijk. En je politieke hart gaat daar weer van kloppen. Je werkt aan een documentaire. Ja. Kun je er iets over vertellen? Ja, we hebben een documentaire zelf in productie. Ik kan niet zeggen dat die helemaal af is, maar we zijn al vrij gevorderd. De documentaire draagt de naam Omvolking. Daar hebben we verschillende mensen geïnterviewd met vragen die onder dat onderwerp gaan. En mijn streven is het om het begin 2025 af te hebben. En dit doen wij als reactie dat de systeempers, ons allemaal bekend, toch niet altijd eerlijk omgaat als het gaat om het belichten van nationalistische of rechtsradicale standpunten. En de mensen die al aan bod komen, ik wil een klein tipje van de sluier lichten. Dat is onder andere onze partijsecretaris Peter van Egmond zit er al in. Willy Broders van der Weijden, de ingenieur. Geza Higgardus zit erin. De schrijver Alexander Wollefeze. Ikzelf zal er nog aan het woord komen. Dat zijn een aantal mensen die meewerken aan deze documentaire. Deze namen die hebben we allemaal al gefilmd. We zijn nu nog alles aan het snijden, alles aan het werken met Adobe Premiere Pro.
Zodra het uitkomt, dan zal die op YouTube te zien zijn. En ja, hopelijk zetten mensen het aan tot nadenken. Helder. De nieuwe campagne. Remigratie. Stop de omvolkers. Leg uit. Ja, het is een hele duidelijke slogan. Vlaams Belang doet hetzelfde. Samen met Voorpos, ik meen, 21 september aanstaande. In Antwerpen. En in Duitsland hebben ze ook dit thema opgepakt van die heimaat. Ja, wat wij doen is straks een campagne starten onder dat thema. Om mensen te wijzen dat de omvolkingspolitiek, ondanks dat mevrouw Faber dit niet meer mag gebruiken, volop aan de gang is. Omvolking kan iedereen zien. Het aantal migranten, eerlijk gezegd asielzoekers die Nederland en ook andere Europese landen bezoeken, hier verblijven en zich hier gaan vestigen, die zorgen ervoor dat de boel omgevolkt gaan worden. En ja, wij zijn daartegen. Wij willen de mensen zoveel mogelijk helpen in hun eigen regio. En wij zullen middels pamfletten, middels sprekers en middels spandoeken, zullen wij de komende tijd een aantal steden gaan bezoeken met het thema. En het is niet gezegd dat we gelijk volgende week gaan beginnen, maar we rollen een hele campagne uit en willen de Nederlandse bevolking wijzen om het gevaar van omvolking. En zoals ik al eerder heb gezegd, ook in andere documentaires en films, wij willen niet de Indianen van Europa worden of de Aboriginals. En we hebben gezien met wat er voor volkeren daarmee zijn gebeurd. Die zijn er niet meer of die leven in een reservaat. En ik wil niet dat de oorspronkelijke Europese bevolking in een reservaat komt te leven. Maar dat wij doorgaan als meerderheid en niet als minderheid. Helder, bedankt voor het interview. Michiel, bedankt. Kijkers, bedankt. Tot de volgende keer.